Vandaag is de start van het proefproject gericht op talstimulering bij peuters en kleuters. Ze zijn daarom aanwezig in de bloementuin in Muntendam, waar ze vandaag samen bloembollen gaan planten met wethouder Erik Drent. Welkom allemaal, ouders, maar ook alle betrokkenen eigenlijk, die allemaal betrokken zijn bij het creëren eigenlijk van de bloementuin. En het heeft best wel lange tijd geduurd, maar het is nu echt van start gegaan, waar we ongelooflijk trots samen op zijn. Vandaag wordt de bloementuin feestelijk geopend. Is eigenlijk al een beetje begonnen, want we zijn per 1 maart is de groep begonnen. Maar vandaag hebben we de feestelijke opening. Samen met de kinderen, de ouders en eigenlijk alle betrokkenen die bezig zijn geweest om dit gewoon tot stand te brengen. Ja. Ja. Ja, we zijn hier niet zomaar, we zijn hier met een reden. Wat is het doel van vandaag? Nou, kijk, een feestelijke opening is altijd belangrijk omdat we daarin ook gewoon willen laten zien van hoe mooi het is en hoe trots we eigenlijk zijn op datgene wat we tot stand hebben gebracht. En het is een hele mooie samenwerking eigenlijk van verschillende partijen, allemaal in het belang van het jonge kind hier in Muntendam. En met name gericht op het stukje taalontwikkeling van de jonge kinderen, omdat we samen eigenlijk wel zagen dat dat gewoon nog een extra impuls wel nodig heeft, wat extra aandacht, zodat kinderen heel goed voorbereid zijn voor hun toekomst. Ja. Hun toekomst op de basisschool, maar ook hun toekomst na de basisschool. En daarvan ligt hier in de bloementuin eigenlijk gewoon een prachtig begin. Ja, dus het is echt vooral bedoeld om zeg maar de taalkundige vaardigheden van de kinderen te stimuleren. En hoe willen jullie dat aanpakken? Nou, als je de taal zeg maar neemt van kinderen en als je heel weinig taal begrijpt en zelf ook nog zelf kunt zeggen, dan kom je eigenlijk in een kleuterklas waarin je, en ik noem dat altijd, niet meer mee kunt denken. Dus alles wat er in die klas gebeurt, tussen kinderen onderling met taal, maar ook wat de juf vertelt of wat in een groep verteld wordt, dan kun je eigenlijk niet meedenken. Je snapt het niet, je kunt niet zo snel meedenken. Dus eigenlijk haak je dan al een beetje af. Nou, als je niet kunt meedenken, ga je ook niet meepraten. En dat meepraten heb je nodig om uiteindelijk samen met dat meedenken eigenlijk je hele taal te gaan stimuleren en ook je taaldenken. Nou, als je niet meepraat, doe je dus eigenlijk ook niet mee. Dus die kinderen komen eigenlijk in een soort negatieve spiraal van onvoldoende kunnen meedenken, dus ook niet meepraten en dan ga je ook niet meedoen. Dus vaak zie je dan ook dat kinderen in het spel zich niet kunnen verdiepen in het spel met andere kinderen. Dus ze samen spelen met andere kinderen wordt lastig. Het zijn vaak kinderen die eigenlijk in de grote kring, in een kleuterklas, ja, ze zitten erbij. Maar eigenlijk doen ze niet mee. En dat proberen we eigenlijk te doorbreken. Door te gaan kijken welke vaardigheden hebben de kinderen nodig of meer nodig. Om het uiteindelijk in de kleuterklas wel goed te gaan doen. Want dat is natuurlijk waar we naar streven. Ja. Dat ze het onderwijs in de basisschool goed kunnen volgen. En we starten nu, maar we hopen dat we na de zomervakantie vanuit het doorgaande budget van Tijd voor Toekomst daar gewoon een heel mooi vervolg aan kunnen gaan geven. Ja. En ik weet nu vanuit de gemeente al wel dat dat geld er zeker ook zal zijn de komende jaren. Dus ja, het is een prachtig iets wat echt ook nog doorgang kan vinden.